Omen geschrieben. Ja. Nou, even Maximbad doen. Ja, Max? Ja, zou je nodig. Dus ik ga even het water aanzetten. Nee? Dat doet altijd heel zielig, maar dit is wel lekker. Nee? Even voorbereiden. Ja. Ben je klaar voor? Om het water aanzetten? Hm? Ja, ik heb het nat geworden. Je buik wassen. Ja. En Max kan wel lekker praten. Ik ben benieuwd of een hond zou kunnen praten. Hè? Jezus, koud is het. Sneezing, zo noem je dat. Ja? Nou, je hebt een verkeerd adem. Voor de rest niks aan de hand. Klinkt heel heftig. Ik geschokt echt enorm. Maar hij heeft zo vaak dat. Ja. Hij weet het eigenlijk wel. Ja, man. Nou, jongens op. Je ogen schoon. En met Max gaat het eigenlijk heel goed voor degene die zich afvragen met zijn traanogen. Het was eigenlijk traanogen als hij kip eet. En nu hij eigenlijk een visdieet heeft, gaat het hartstikke goed. Ik heb een mail gestuurd, nou ben benieuwd. Ik heb gewoon hondenshampoo, maar ik had de shampoofles laten vallen. Dus ik heb het even overgegoten in een andere. Het had een... Dat is een stukje van de shampoofles. Vraag me niet welke ronde shampoo het is. Ik haal dat gewoon bij de dierenwinkel. Wat voor werk doe je? Ik heb een beauty groothandel. En ik geef les in nagelstyling. Dus eigenlijk heel iets anders dan hond. Ja. Maar ja, jou knip ik ook. Ik ben ook bij je hondentrimster. Mezelf aangeleerd hoor. Ja, lekker wassen. Je staart. Nou, we zijn bijna klaar, Max. Hey. Gaan we het water aanzetten weer. Hoeveel kinderen heb je? Ik heb 1 kind, 1 dochter, meisje. Dat is niet handig. En die is 8 jaar. Hoi. Lila de hamster. Staart. Ik hoef Max nu niet echt met de tondeuze te doen of iets, want hij is nu, hij was de vorige keer erg kort. Dus dan kan ik het weer een paar keer overslaan. Ah, oh, Elvis, die hebben we al een paar keer gehoord nou, hè. In de vakantie, ja, we gaan met de vouwwagen op vakantie. En voor degenen die het nog niet weten, wij zijn familievloggers. En wij vloggen onder de naam De Vogies op YouTube. Kun je ons volgen en ook onze vakantie weer volgen met de vouwwagen. Het is de eerste keer met de vouwwagen, dus ik ben heel benieuwd. Mijn dochter heet Jess May en dit is Max, dat is een jongetje. Nee, ik doe alleen Max wassen. Zelf. Zelf. Dan sokken, dat doe je ook nog een keer. Een beetje uitknijpen. Max is een mix tussen een boemer en een pomeriaan. Dus normaal heeft hij echt van dat pomerianen haar, net als de staart. Ja, dat is nu niet te zien natuurlijk. Maar ja, dat boemer overheerst een beetje die krullen. Ja, een beetje uitknijpen, Max. Maar als we hem kort houden, zeker in de zomer, is dat fijner. Nou, normaal doe ik dan Max ook altijd weer trimmen. Maar dat hoeft nu niet.
Zit je dochter op een sport? Mijn dochter doet heel veel. Maar ze zit tegenwoordig op dansen weer. Dat is natuurlijk nu een zomerstop. Ik moet wel even zijn ogen een beetje bijknippen. Nou ja, zijn ogen, het haar bij zijn ogen. Want dat moet een beetje op zijn. Ik heb nu niet zo'n mooi uitzicht. Maar, hè? Dan zijn die gekke tranen dingetjes weg. Kijk hoor, Max. En dat knippen, ja, weet je, ik heb een paar keer meegekeken en nu doe ik het eigenlijk gewoon op gevoel. Ik ben blij dat Max niet kan praten, want soms is het niet echt, hè? Dankjewel. Je blijft zitten, Max. Nou, Max, blijf. Bijna even staan. Je hebt één zo'n gekke haar hier. Zo. Nou, als je daar droog bent, kijken we nog even een keertje. Even kijken hier een beetje. En het fijne is, als ik hem dan in de douche knip, dan kan ik het makkelijk oppakken als het nat is. Zie je, dit doe ik een beetje op gevoel. Oh, mooi makkert. Hoi, Ivy. Dat was Max. Even aan de kant. Even haar verzamelen. Ja, je bent bijna klaar. Hallo. Dan de handdoek. Nee? Dus met dat korte haar is hij ook wel lekker snel droog. Vindt hij zelf ook fijn. Nee, ik heb vroeger geen beugel gehad. Dus ik ben wel heel erg blij dat dat niet nodig was. Mijn broer wel. Die heeft ook echt allemaal mooie tanden nu. Maar ik heb gelukkig geen beugel. Dank je. Gaat. Hé, Max? Nee. Nou, normaal moet ik Max ook feunen. Dat ga ik nou ook wel even een beetje doen. Maar ik denk wel dat het korte haar dus eigenlijk zo lekker afdroog is. Het al heel snel droog. Die kan ik uitdoen. Oké, okay, ja, dat kan. Grappig. Ja, zal ik eens even kijken. Makkelijk met een patatje, hè? Zo. Klaar, Maxi. Ja, even lekker uitwassen. Even uitschudden, hè, moppie. Zo. Dan gaan we Max kammen. Ja? Even kijken of hij nog klitten heeft. En ik denk dat we hem eigenlijk niet hoeven te feunen, want hij is al goed droog. Nee, dat scheelt weer, Max. En het is natuurlijk lekker weer. Ja, dat snap ik. Maar ja, misschien niet helemaal wat je had gewenst, een tand eruit. Was het per ongeluk of... Kijk, Max is weer klaar. Is hij lekker schoon. Dan gaan we hierheen naar onze kamer. Zo. Waar is Jasmee? Jasmee is heel erg buiten spelen nog. Die was vandaag naar Driefiets geweest. Met kindervakantie spelen. Kom, Max. Max, hier rent hier even door heel de kamer heen. Ik was gevallen. Toen is mijn voortaan uitgegaan als kind. En teruggeplaatst. Oké. Okay. Oh, dat is niet handig, hè? Oké, okay, even zo. Anders dan blijft het heen en weer. Kom, Max. Kom, vriend. Kom maar. Goed zo. Kom even zitten. Even zitten. Je billen. Zitten. Zit. Maar zitten. Kom. Zit. Ja, ik denk doei. Ik weet wat je gaat doen. Even kammen. Vindt hij veel te lekker. En nog je uitschudden. Nou, gelukkig is hij al aardig droog. Dit vindt hij altijd heerlijk. Lekker kammen. Ja. Knorren, hè, Mark. Sorry, jullie hebben niet zo mooi uitzien. Ja, je bent een schatje. Ja. Hoor dat, hij snurkt helemaal. S'nachts ook kan hij snurken, jongen. Pff, niet te doen. Kijk, daar gaat de deurbel. Dan komt Jasmee thuis. Even hier, Max. Even alles netjes maken. Ja. En dit is ook een hele fijne kam. Ik doe het altijd in twee etappes. Deze kam, dan draai je de kammetjes. Kan ik het zo uitleggen? Ja,
En hier zo met dat Pomeranen haar staart. Ja, daar zit natuurlijk altijd wel klitjes. Ja, Max, maar we moeten het toch even doen. En Max kan altijd lekker zo bromberen. Ja, ik hou het toch vast. Ja. Ja. Ja, ik hoor je. Hier doe ik altijd wel zachtjes hoor. Maar ja, dat moet ik wel gewoon kammen. En bijhouden. Eén keer in de week gaat Max in bad. En dan houden we het allemaal netjes bij. Maar ja, nu was hij even lekker kort gewiekt door mij. Ja, wat een nieuwe tondeuse, Max. Maar dat vond hij ook niet zo leuk. In ieder geval, dan duurde het te lang. Ik had toen best wel veel klitten. Ja, maar dit glijdt eigenlijk makkelijk doorheen als je het gewoon een paar keer doet en even zijn haar vasthoudt. Het is eigenlijk net bij jezelf. Hè. Als je je staart gaat borstelen of je haar gaat borstelen, moet je ook niet gelijk doorheen trekken. Ja. En blijf praten, Max. Vind je ook leuk. Mm-hmm. Ja, praat je ook terug. Ja. Zo, even draaien. Nou, het ligt eraan misschien wel om te laten zien. Toch? Van, nou, en dan het proces kun je dan volgen. Hoe dat dan werkt en hoe dat gaat en dat soort dingen. Weet je, het is wat het is. Soms kun je dingen niet mooier maken op dat moment. Jasmee, die is beneden. Die komt zo. Die was net even lekker buiten spelen. Die was vandaag lekker naar Drievliet geweest. Met kindervakantie spelen. Super leuke dag gehad. Was helemaal kapot. Maar toen kwam er een vriendinnetje vragen of ze buiten ging spelen. En nou, toen ging ze toch nog even lekker buiten spelen. Nou, daar is vakantie voor, hè. Zo heerlijk. Tien, er komt altijd best wel veel haar dan toch nog wel weer af, hè. En Boy is beneden. Dus ze heeft de papa als butler. Dan kan ik even Max doen, hè? Ons andere kind. Even kijken. Misschien komt ze zo wel even live. Ik wil zo even op de bank zitten chillen nu. Ja, kom even zo. Ja, vind je niet leuk, maar het moet wel. Kom. Ja. Lippert. Kom. Laat je weer even wegrennen, laat je even schudden. Max, kom. En dat haar van Max, dat is echt, lijkt wel wol. Je kan het helemaal zo draaien. Als een balletje. En het voelt ook echt als wol. Het is echt bizar. Goed gezien dat er een stukje van mijn voortand af is inderdaad. Dat is een keer gebeurd. Ik heb een broer. En we waren aan het spelen. En op een of andere manier waren we met de keuken bezig, met het keukentje. En toen vond hij het nodig om de beker naar mij te gooien. Hij dacht dat ik hem ging vangen. En toen kwam hij tegen mijn tante aan. Plastic beker dan wel. Hoi, goeie avond. Kom Max. Max, ik ben nog niet klaar. Kom. Kom eens hier. Kom nou eens hier. Kom eens hier. Hij staat echt mega zon aan te kijken. Daar is die. He. Ja, bijna klaar, jongen. Je hoeft niet gefeund te worden. Hoeft allemaal niet. Even kijken of dit allemaal goed zit. Het is meest beneden. Komt ze. Zo. Is alles nagekamd, Max? Voor mij wel, hè? Oh, je buikwaren een beetje. Laat kijken. Ja, ik ga nog heel veel schaartje pakken. En hier zo. En dit is Max' tasje. Er zitten onze tondeuzen in en mijn scharen. Kom, Max. Max, kom. Zo jeuk van Max. En daarom doe ik hem ook al einde van de dag. Want ik kan ook vandaag gelijk lekker zelf douchen. Kom. Kom nou. Kijk, staat hier. Kom. Goed zo. Goed zo. Ja. Ik moet toch even knippen, Max. Hè? Kom. Doe even zo. Even kijken bij je buik. Ja. Hier. Max plakt, die plast natuurlijk altijd op twee poten, die gek.
Dus ik hou zijn buik eigenlijk altijd, zijn haren van zijn buik altijd heel kort. Dat vindt hij niet leuk. Dat weet ik. Maar ja. Ik vind het ook niet leuk dat jij tegen je buik kan plassen, Max. Nee? Wat gedraag je je netjes, Max? Nee. Normaal is het altijd... Zo. Kijk of je netjes bent, of alles weg is. Moet je nog even... Ja, Max denkt, oeh, ze bent met de schaar. Hè? Doe maar lekker rustig, je bent klaar. Zo, ook weer gedaan. Dankjewel, Evie. Schaartje weer schoon. Alles in de handdoek. Dat ga ik weer schoonmaken. Dus deze keer viel het alles mee met Max. Hebben jullie nog wat lekkers gedaan van het weekend? Wat leuks? Lekker gezwommen of zo. Het was warm, hè? Nou, mijn tanden kun je wel zien in de vlog, hoor. Hè? Zo, Max. Je bent klaar. Eigenlijk wil ik je voeten ook nog doen, maar... ik vind het wel prima voor vandaag. Ja? Die gaat lekker in de was. Hoppa. Kijk. En waar staat het stukje? Moet ik zelf ook even kijken. Hier zo. Zie je? Hier is het stukje eraf. Kleine geitje heb je altijd. Nee, ik heb nog niet op je foto geklikt. Maar ik zie het inderdaad wel. Oké, bizar. Lijm. Ja, dat stukje heb ik niet meer. Dat is al heel lang geleden. Jullie mag ik het nog even zien? Kijk eens even. Hij ruikt weer heerlijk. Ja, ben je weer klaar, hè? Ja. Zie je dat? Nee? Wat ga je nog doen? Weet ik eigenlijk niet. Ik ga het lekker eventjes de vlog maken straks, denk ik. Want we hebben heel veel gevlogd. Dus dat moet natuurlijk ook weer geëdit worden. Dat is niet nodig, hoor. Het is toch alleen leuk? Misschien word je wel meer gevonden. Denken ze dat jij ik ben of ik jij. Ik noem het wel. Ja, kan. Doe het niet. Even kijken waar iedereen is. Moet even naar beneden. Ik denk niet dat je er heel veel zin hebt, hoor, want die is echt heel moe. Ze vragen waar je bent. Hier zo. Hier zo, zegt ze. Als buiten spelen, toen moest ze naar bed. Oh, daar is ze. Zie je, ze ligt lekker te chillen. Ik ben zo moe van onze kinderen kan spelen. Ja, hè? Een superkikke bidon heb je gekregen, hè? Kijk, met ja, je eigen je naam. Ja, en een sticker op, alleen ik wou onze eigen. Ja, dus nu hebben ze de eigen sticker. Ja, en nu voor jullie is het spiegelbeeld. Maar... Oh. Ivy zegt hoi. Hoi. Jullie denken, wat? Ben jij een beetje moe, een beetje... Komt omdat ik echt zoveel attracties heb gehad. Ja. Ik begin met drie vlieten, dat was echt heel leuk. Ja, je bent er helemaal een beetje schor van, hè? Ja, ook. Allemaal geel. Ik ben 10 keer in de familie X geweest. En die is wel gaaf, hè? Daar word je echt wel afgevuurd op. Echt. Dan zeg je 3, 2, 1. En ook echt 3, 2, 1. En Jasmine helpt mij ook altijd met vloggen. Dus ik laat jullie een heel klein beetje een sneak peek zien. Want, even kijken hoe dat werkt. Jasmine is voor mij de vlog aan het checken. Dus die checkt dan even of alles goed is. Hij is heel leuk. Hij is leuk, hè? Kijk, want ik kan hem draaien. Kijk, daar gaat hij. Zie je? Dus ze is even aan het kijken hoe de vlog is. Mm-hmm. En ik kijk elke dag onze vlogs.
Dus dat is wel leuk. Dan heb ik hem gemaakt. Dan zeg ik altijd, kun je hem even checken of alles klopt? Hè? Of de muziek goed staat en of de teksten neer heb gezet. Van vroeger kijk ik ook allemaal terug. Zeg ja, dat is mama, wel leuk. Misschien muziekje, mama, is dit, mama, is dat. Om... Ja. In het begin konden we nog niet zo goed, hè? Nee. Nu gaat het steeds beter. En soms hebben we het gewoon heel druk en dan lukt het niet altijd. Nee. Dus mee heeft nu geen wiebeltand. Hoeveel tanden heb je eruit? Negen. En mijn tiende zit nu echt last. Ja, dat denk jij elke keer. Nee, ik voel. Ja. Klein beetje. Ja. En Max die ligt hier helemaal gek in op de bank. Max, kijk eens. Ja, Max zit net al. We hebben Max gewassen. Oh? Ja. Ik moet nog even kijken. We hebben natuurlijk een nieuw speeltje voor Max. Ja? Hij is echt helemaal kijk eens. Oh? Oh, zie je, daar is hij weer. Komt hij even tussenin zitten. Altijd. Als je denkt, wat heb jij een leuke heb je aan. Ja, die is leuk en die is nieuw. Ja. Heb jij nog een leuke vraag voor ons, Anne? Oeh. Dankjewel, Indy. Wat een mooi meisje, dankjewel. Nou ben ik niet mooi hoor. Je bent nou moe. Ja. Zet hem even neer. Ik heb mijn headset af. Telefoon. Hebben jullie nog wat leuks op de planning in de zomervakantie? Ja. Zeker, Spanje. Met de sleur. Het heeft een naam gekregen. Met de vouwwagen gaan we voor de eerste keer. Dus als je ons nog niet volgt op YouTube, volg ons even op YouTube, de Vogies. En dan kun je meegenieten van onze vakantie. Ja. Waar in Spanje? Iets van... Noorden? Nee, vlakbij Barcelona. Een uurtje van Barcelona. Vraag me niet hoe het plaatsje precies heet. Maar... Een hele leuke camping. Dan kunnen we misschien ook naar Barcelona. Ja, dan kunnen we misschien ook even heen. Ja, binnenkort gaan we al, over een paar weekjes. Nee. Helemaal lekker. Oh, superleuk. En waar ga je heen? Weet jij hoe het heet? Huh? Nee, Indy. Gaat ook naar Spanje. Oh, echt? Ja. Misschien komen we er wel tegen. Zou kunnen. Ja, Spanje is groot. Heel groot. Ja. Kan je mee proberen? Reus. Oh ja, joh. Mij zegt die naam zegt ook helemaal niks. Ik ga ook naar Spanje. Gezellig. We gaan naar echt een hele leuke camping. Ja. Ja, ijsbaan. Oh. Is ze ziek? Nou, ze is meestal een beetje moe. Een beetje. En je hebt een beetje verkouden, maar ze heeft ook een heel klein beetje weer beginnend oorontsteking. Daar is mee heel veel last van. Ik had vandaag wel, ik moest nog zeggen. Ja. Oh. Toen heb ik wel pijn aan deze. Oh, laat vanavond even druppelen. En morgen ga ik even de dokter bellen voor Jasmee. We gaan... Weer stofzuigen! Ja, als het zomer is gaat ze om de 3 maanden. Of in ieder geval, vorig jaar zijn we 1 keer geweest. En toen zeiden we van, als het alweer gebeurt, dan bellen we weer. En dan zuigen ze dat even leeg, een soort stofzuigertje. En dan is het ook van de verkoudheid af. Het is fijn ook daar een beetje ja, kietelig. Het is gek, hè? Zo... Ja. Madrid, ook leuk. Dus nou, we gingen Max even in bad doen, hè? Want we hebben het even gelijk gefilmd. Ik was toch buiten aan het spelen. Ja, ik was zo moe geworden, dus ik kwam lekker naar huis. Het is ook laat alweer, het is alweer bijna 8:30. Nee, het is vakantie, dus we hebben niet echt een bedtijd. De eerste dag. Hè? We hebben wel zoiets van, vandaag gaat ze iets eerder naar bed. In ieder geval iets eerder, niet heel laat. 9:30. Want gisteren, 9:30. Ja, gisteren waren we ook heel erg laat. En morgen moet ze, waar moet je morgen ook weer? Morgen heb je ook weer wat leuks. Oh, je survivalen gaat ze morgen. Oh, lekker, ja, Mallorca is ook superleuk. Zijn we ook, ben ik ook wel eens geweest, dus mee dan niet. Mijn broer werkte toen daar. Hoe heet dat ook weer? Fortnite, nee, dat spelen we niet. Nee. Potje kraken. Playa Montreux? Montreux, hoe zeg je dat? Misschien weet Boy dat nog, hoe die zaak heette in Mallorca.
Zo'n Nederlandse tent. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal Nederlandse tenten. Boy, weet jij nog hoe die tent heette waar Brian toen werkte in Mallorca? Heren van Amstel? Heren van Amstel? Vrienden van Amstel? Vrienden van Amstel? Ja, zoiets in die trant. Als jullie denken, heb je het koud. Een beetje. Omdat je moe bent, hè? Hoe oud ben jij? 8. Ja, dus daar zijn wij toen ook geweest. Ja. In Mallorca. Nee, het was heel erg leuk. En we hebben toen ook een auto gehuurd. Dus ook echt een aanrader. Toen zijn we allemaal van die kleine strandjes gereden. Was ook heel erg leuk. Toen zat ik nog in je tuin. Nee, toen was jij er nog niet. Dat was mama heel vroeg. Heel jong nog. Hoe jong was ik toen? Ik weet niet van mij. Ik zou het eigenlijk niet weten. 18 misschien zo. Ja, het is maar net wat je laat vindt. Ze hebben genoeg energie, dus... Nu vandaag of niet? Nee. Ja, is leuk. Een dagje een auto huren is echt leuk. Dan zie je ook wat van het land, hè. Dat vind ik altijd wel... Ik ga nooit ergens in een hotel zitten en dan is dat het. Ik wil altijd wel zien waar ik dan zit. Ja. Ja, inderdaad. Buiten is ook echt wel heerlijk weer. Een mooi stuk even buiten. Ja. Ja. Max is hier. Max zit naar de vlog te kijken. Ja. Nou, ik ga zo weer lekker afsluiten, want gaan we dus mee. We gaan nog heel veel aan de vlog werken, ik dan. En dus mee gaat dan lekker nog heel even chillen. Deze vlog afkijken. Deze vlog afkijken. Die duurt nog een... kwartier. Ja, zoiets, kwartier, 20 minuten. En dan gaan we lekker naar bed. Even douchen, hè, tanden poetsen. Dat is het over 10 uur. Ja, misschien even je nagels schoonmaken nog. En nog een beetje half nagellak op. Ik kijk niet zo goed tegen. Ja, dat kan, Jaylin. Kan. Nee. Voor Jasmine niet. Nee, Max gaat niet naar Spanje. Nee, helaas. Want hij, nou ja, helaas. Ja, hij gaat logeren inderdaad, zegt Jasmine. Want het is natuurlijk best wel warm. En zeker met die vouwwagen. Dus voor ons is het natuurlijk ook de eerste keer met de vouwwagen. En als het dan echt gewoon is. En wij vinden het goed. En Max vindt, als we denken, ja, Max vindt het ook goed. Dan gaat hij... Weet je, Max is best wel waaks. En dan blaft hij misschien. En dan als wij weg zijn. En wij zijn natuurlijk best ondernemend op vakantie. En dan zit hij in die vouwwagen. Ja, en dan misschien is het daar heel warm. Dus nou, ik heb liever... Voilà. Ik heb liever niet dat Max dan meegaat. Voor ons veel meer rust. Als we dan een dagje weggaan, dat ik we dan... Ik moet op bed. Je moet naar bed. Oh, jij moet naar bed, Jaylin. Nou, wel rusten. Slaap lekker. Goedenavond, Mark. Dus nee, we nemen Max niet mee op vakantie. Gewoon voor het idee dat Max niet te lang alleen is. Dus hij gaat lekker naar vrienden van ons en naar de opa van Jess mee. Ja? Ja. En dan weer naar andere vrienden. Dus hij gaat een beetje over en weer. Maar hij heeft het altijd hartstikke goed. Hij heeft het hartstikke rusten. Maar ja, wij komen uit het Westland. Weet je waar dat is? Vlakbij tussen Hoek van Holland daar zo. Strand. Tussen Hoek van Holland en Kijkduin in. We wonen. Ja. Ga je naar even tv kijken? Ja. Ik heb nog lekker de vlog even af. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd op vakantie. Ik heb er echt super veel zin in. Uit Emmen. Ben ik nog nooit geweest in Emmen. Zeg ik dat? Nee, volgens mij ben ik daar nog nooit geweest. Ja, tot snel Anne. En mocht je het leuk vinden, ik weet niet of je ons al volgt op YouTube. Maar dan kun je ons volgen onder de naam De Vogies. Hoi Sjoerd. We gaan naar Spanje. Nee, sorry Noah, we gaan zo weer afsluiten. Ik heb net Max in bad gedaan. Wij zitten hier daar. Dus dat heb ik live even gefilmd, dat ik Max ging douchen. En kammen. Ik hoefde Max deze keer niet met de tondeuzen te doen. Soms kan ik niet meer praten hoor. Mijn hoofd gaat zo snel. Of dan heb ik veel te veel gewerkt vandaag ook. En dan kan ik niet meer lullen niet. Nee, je kan niet meer voor dan te kopen. Die hou ik lekker in. Dankjewel.
Nou, superleuk. Ja, dan kun je ons volgen op YouTube. Dat is misschien wel leuk. Oh, die is echt moe hoor, die is mee. Ja, lekker ding. Ze is natuurlijk echt wel... Ze is echt heel veel in attracties geweest. Ze had het zo druk gehad, zo leuk gehad, dat ze zegt, ik ben gewoon helemaal vergeten te eten. Ik zeg, heb je geen honger dan? Maar ze had wel een snoepje op en een sluspuppy. Dus dat had ze dan wel. Maar de boterham en zo en de fruit was ze eventjes vergeten. Nou, geeft niet. Je gaat vanzelf eten. Hoe gaat het met Jasmee? Jasmee gaat goed hoor. Jasmee is gewoon een beetje verkouden. En ze heeft een beetje last van de oren. Ze heeft altijd oorontsteking. Of niet altijd, maar wel in de zomer eigenlijk. Dus nu moeten we het gewoon weer even uit laten zuigen, zoals dat heet. En dan kunnen we eigenlijk weer 3 maanden vooruit. Dus dat is wel heel fijn. We hebben nu nieuwe oordoppen. Dus daar moet ze ook weer even aan wennen. Nee, het is meer geen zusje. Nee, daar hebben we zo voor gekozen. In ieder geval, het is goed zo. Nou, lieve mensen, wij gaan lekker afsluiten. Ik ga het zorgen dat alles netjes is in huis. Even de vlog wat editen. En dan gaat Jasmeetje lekker naar bed. Van dyslexie. Oh, nou, dat geeft ze niet. Jij ook? Slaap lekker. Tot snel weer, hè? Doei doei. Nog zwaaien? Doei, tot de volgende keer weer. Oh. Hij doet het niet. Bye bye. Zwaai zwaai.